Het is zondag 3 december en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een nieuw vakantieresort met 50 recreatiewoningen baart Ossenisse Zeedorp zorgen. De vergunning werd al in 2005 gegeven, maar door een faillissement bleef het lange tijd bij slechts 5 vakantiehuizen. Een nieuwe projectontwikkelaar zet de bouw nu wel door en er zijn al ruim 20 woningen gebouwd. De wereld heeft in ruim 15 jaar niet stilgestaan. Het zou best kunnen dat de helft van de mensen die nu op Zeedorp wonen er niet eens woonden in 2005. Dus voor een heleboel mensen is dit gewoon een verrassing. En de gemeente moet gewoon mensen meenemen in dit soort projecten. En luisteren naar wat er leeft. En daar proberen iets mee te doen. In plaats van te zeggen, het zal wel meevallen met het verkeer. Want ja, daar koop je niks voor. De inwoners vrezen dus voor een toenemende verkeersdruk. Niet alleen door het vakantiepark, maar ook door de nieuwe toeristische dijkovergang die schuin tegenover het resort wordt aangelegd. Die dijkovergang hier op Zeedorp hebben bewoners gevraagd destijds al om parkeervoorzieningen. Ja, en dat wordt dus genegeerd. En dan gaan mensen parkeren in Zeedorp, waar al amper plek is voor de eigen mensen om te parkeren. Kortom, het geheel is niet op elkaar afgestemd. Omwonenden willen een nieuwe verkeersanalyse, extra parkeerplekken en dat de doorgaande weg tot en met Zeedorp vernieuwd wordt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is aan de gemeente. Vanavond sluit de snackbar in Schoondijken na 17 jaar. Net als veel andere bedrijven kan de eigenaar van de snackbar niet genoeg personeel vinden. Ja, ik vind het wel jammer, want het was wel altijd heel gezellig en goede frietjes. Ik woon hier nog niet zo heel lang, maar de keren dat we friet eten doen we het wel altijd hier al. En dan moeten we naar Bresjes of zo, dus dat is niet zo heel handig. Vooral vaste klant Vera heeft er moeite mee. Ja, ik kom er dus al jaren. Het is voor mij echt een onderdeel van wat Schoondijken maakt. Hopelijk wordt het door iemand overgenomen, maar tot dan zal ik het ontzettend missen. De eigenaar heeft 2 jaar gezocht naar geschikt personeel. Dat is niet gelukt en omdat hij ook al een zaak in Terneuzen heeft, werd het hem een beetje te veel. Het scenario op 2 plaatsen tegelijk zijn, ja, dat gaat niet. En dat is gewoon iets waar ik wel redelijk stress van had. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zoiets heb van laat het maar verkopen. En ik zoek gewoon dan liever gewoon een goede ondernemer die gewoon zelf lekker in die zaak gaat staan. En zijn boterhampje bij elkaar wil gaan verdienen, zodat ik dat lekker hier kan blijven doen zonder al die stress. Voor wie een minibos wil aanleggen of in zijn tuin een paar extra bomen wil, opgelet. Er worden weer 20.000 boompjes weggegeven. Hoeveel heeft u er nou al uitgegraven? Ja, een stuk of 25 schat ik wel zo, ja. De komende tijd worden al die boompjes door vrijwilligers uitgegraven in natuurgebieden en parken. Het zijn zaailingen die anders zouden worden weggemaaid of die niet genoeg ruimte hebben om te groeien. Vandaag hebben we esdoorn. Even kijken, wat hebben we nog? Sleedhoorn, dat is een heel ingewikkelde, die heeft heel lastige wortels. En meidoorn. Weet u wat voor soort dit is? Ja, het is een esdoorn. Ja. Dat kun je herkennen aan het zwarte puntje bovenaan. Ergens anders krijgt hij alle ruimte om weer te groeien tot een boom. Het is een actie voor het klimaat. Meer bomen zijn nodig voor de opslag van CO2. Al moeten ze daarvoor nog wel wat gaan groeien. Nee, dat duurt nog even. Maar ja, je moet ergens beginnen. En als we vandaag planten, kunnen we het natuurlijk beter doen dan dat we dat over een paar jaar doen. Dus alles wat we nu kunnen doen, ja, zijn kleine stapjes, maar we doen er wel iets aan. De hele winter door zijn er uitdeeldagen waarop de duizenden boompjes worden weggegeven. Zo klonk de opening vanmiddag van de foto-expositie in Middelburg, genaamd Wachten en Dromen. Jongeren van het asielzoekerscentrum volgden wekenlang een cursus fotografie, waarvan het eindresultaat nu te zien is in Galerie T. En dat maakt de beginnende kunstenaars enthousiast. It was so surprised and I'm so happy when I found out what I did in Azazel all along. Yeah, so I'm so happy, I'm so excited to come and see this. Iedere foto heeft een eigen verhaal. Dat wordt verteld met deze modelbouwpoppetjes. En of ze een beetje tevreden zijn?
Sure, yeah, I'm proud. I'm really proud. Really, I'm really proud of what I did. Yeah, yeah, I'm 100% proud of my work because I want. This is my first time to do this, so when I see it, very nice. So I'm very proud for that. De expositie is nog tot eind december te zien. Het was vanochtend koud met een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind en temperaturen iets boven het vriespunt. Maar het was nog droog in de ochtend. Maar in de middag kregen we, zoals hier in Serenhoek, af en toe wat sneeuw in Zeeland. De sneeuw kon later vanmiddag en vanavond een klein sneeuwdekje achterlaten. Maar in de loop van vanavond en ook vannacht blijft het droog. De minimumtemperaturen liggen erbij tussen 0 en plus 2 graden. Dus de sneeuw die zal wel langzaam weer wegsmelten. En daarmee zal het winterweer ons ook gaan verlaten. Morgen hebben we af en toe regen en natte sneeuw bij een temperatuur rond 3 à 4 graden en een matige zuidoostenwind. En vanaf dinsdag hebben we temperaturen rond 6 à 7 graden met af en toe zon, maar ook nu en dan een bui. En tot zover voor nu. Nog een hele fijne avond.